وبحمد الله ولا إله إلا الله. Van de Masjid al-Haram naar de Masjid al-Aqsa heeft gebracht, waarvan wij de omgeving hebben gezegend, opdat wij hem van onze tekenen lieten zien. Voorwaar, hij is alhorende, de alziende. En de preek van vandaag staat in het teken van de Aqsa Moskee. En degenen die het nieuws volgen, weten wat zich daar deze dagen allemaal plaatsvindt. De Aqsa Moskee neemt een belangrijke plek in het leven van de moslim. Het was namelijk de eerste gebedsrichting van de moslims. In een overlevering heeft de profeet, vrede zij met hem, gezegd: onderneem geen reis behalve naar drie moskeeën. De Haram Moskee, de moskee van de boodschapper en de Aqsa Moskee. En de Aqsa Moskee neemt niet zomaar een belangrijke positie in de islam. Want de Aqsa Moskee is namelijk de tweede moskee die ooit gebouwd is op aarde. In de hadith leert de profeet, vrede zij met hem, ons dit. Ik vroeg de profeet, Allahs vrede en zegeningen zijn met hem, wat is de eerste moskee die op de aarde is gebouwd? Masjid al-Haram, antwoordde de profeet, vrede zij met hem. En wat is de tweede moskee? Waarop de profeet, vrede zij met hem, antwoordde: Al-Aqsa Moskee. Ik vroeg, en hoeveel tijd zit er tussen? 40 jaar. Waar je ook bent en het is gebedstijd, verricht het gebed dan, want de aarde is een gehele gebedsplaats. En op dit